jij moet doen? Jij moet een snorfiets kopen. Zo'n fiets met hulpmotor. Dan kun je gewoon op je fiets naar het werk. Maar die dingen zijn natuurlijk hartstikke duur. 1800 gulden. Ja, ik weet het niet hoor, maar voor een vrouw als jij hoeft dat geen probleem te zijn. Ik wil eindelijk de woonkamer en de hal eens goed in de verf laten zetten. Hier is de offerte van de schilder. Hm. Ook nog gefietst de laatste tijd? 3675 gulden. Voor schilderen van de woonkamer en de hal. En de hele boel een beetje sausen. Spijt me, Niels. Maar ik heb het hier liever geverfd. Jammer van die fiets. Thijs, als jij die aardappels wat minder dik schilt, dan kunnen we morgen ook nog eten voor die zak. Magere aardappels, die zetten niet zo aan. Ja. Kinders, vader heeft groot nieuws. Stop maar met koken allemaal. We gaan gezellig uit eten met z'n allen. Zo, ben ik even blij dat ik uitgekookt ben. Waar hebben we dat aan verdiend? Vanwege de krokusvakantie of heb jij een portefeuille onderweg gevonden? Nee, jij trakteert. Oh, nou dat had je wel eens eerder mogen zeggen. Want ik heb een schilder gevonden die het voor de helft van de prijs doet. Hij moet alleen elke dag komen overvliegen uit Letland. Nee. Het is een oud collega van me, van school. Hè? En die wil het graag doen. Nou, het is toch krokusvakantie, dus hij kan morgen beginnen. Nou, is dat goed nieuws of geen nieuws? Ik heb gek genoeg niet zo'n vertrouwen in het lerarenkorps. Oh, maar dit is een prima kerel, hoor. Tekenleraar. Toch een keiharde werker. Ik weet het niet. Ik had toch liever een professional. Maar dat is een professional. Die schildert in zijn vrije tijd doeken van 7 bij 12. Nou, die kun je wel een muurtje laten schilderen, dacht ik zo. Dan hoop ik dat hij ook zo professioneel is om al onze afspraken op papier te zetten. Hij is blind te vertrouwen. Nou, als jij erop staat. Zeg, en ik voel wel wat voor het etentje. Wij gaan pas uit eten als ik het resultaat gezien heb. Dus iedereen wel aan het werk. Judith, is het al zo laat? Is hij nog bezig? Is wie nog bezig? Die collega van jou. Die is nog volop aan de gang, zo te zien. Nee, hij werd weggeroepen. Toch niks ernstigs? Nou, een spoedgeval. Hij moest plotseling een stil leven afmaken. Oh ja? Dat is belangrijk genoeg om deze puinhoop achter te laten. Nou, ik heb beloofd dat ik hier de boel wel op zal ruimen. En hij wist niet dat dat niet jouw sterkste kant was. Kijk, daarom wilde ik nou een professional, schat. Die zouden de woonkamer nooit zo achterlaten. Maar hij ook niet, schat. Dat weet ik zeker. Hij kon zich wel voor zijn kop slaan dat hij niet beter heeft opgeruimd, hoor. Als je hem dat morgen dan maar duidelijk maakt. En vraag hem meteen even wanneer hij eigenlijk begint met schilderen. Judith, je laat je veel te veel afleiden door de situatie. Deze man werkt heel anders. Dat is een artiest. Ah, daarom heeft hij deze woonkamer veranderd in een abstract kunstwerk. Ja, hij stopt altijd heel veel werk in de voorbereidingen. Dat is zijn tekenachtergrond. Een loodlijntje neerlaten, perspectief construeren, dat soort dingen. Ja, ja. Je heet toch geen Van Gogh, hè? Anders moeten alle scharen en messen ook nog achter slot en grendel. Zeg Niels, die tekenleraar van jou, hè, dat is toch niet Picasso de Vries, hè? Ja, de Vries, nee, die tekent niet meer. Die liet de kinderen zoveel naakte tekenen dat de schoolleiding het beter vond dat hij biologie ging doen. Oké, ik eis een verklaring. Onmiddellijk. Wat kan ik voor u doen? Niels, jij kan het niet helpen. Ik heb het even tegen de anderen. Ik heb de milieutelefoon gebeld. En als ik nu niet snel een afdoende verklaring krijg, ga ik acuut verhuizen. Oh, dan brengen we even in stemming. Iedereen voor? Aangenomen. Hansje, het schijnt dat je op de Fiji-eilanden voor een schappelijk prijsje heel leuk kunt wonen. Wist je dat? Judith, wat doet al dat verschrikkelijke gif in je keuken? Ze bedoelt die emmer met Niels' sokken. Probeer me niet af te leiden, Roos. Ik heb het over die blikken milieuoverlast die jullie in de keuken hebben verborgen. Die verf. Wat, Judith? Heb jij verf in de keuken? Hansje,
We kunnen toch moeilijk het plafond witten met linksdraaiende yoghurt? Dat hoeft ook helemaal niet. Ik wou jullie er alleen maar op attenderen dat er tegenwoordig acrylverven op de markt zijn. He, die zijn op basis van water en in water oplosbaar. Dus ook stukken vriendelijker voor het milieu. Hoor je dat, Niels? Ja, maar die collega van mij die is nog van de oude stempel. Die weet waarschijnlijk niet beter. Nou, ik vind toch dat Hansje gelijk heeft. Wij moesten ook maar het huis schilderen met die groene verf. Wat, groen? Ja, maar je wilde toch alles gewoon met... Milieuvriendelijk, Niels. Nou, dan zal ik het wel doorgeven. Dan ruilt u morgen die verf wel voor acrylverf. Oh, zal ik morgenochtend even langskomen om het hem persoonlijk uit te leggen? Nou, ik weet niet of dat zo'n verstandig idee is, hoor, Hansje. Hij is nogal mensenschuw, namelijk. Daarom is hij ook gestopt met lesgeven. Hij kon die grote klassen niet meer aan. Maar ik ben toch maar in mijn eentje, gekkie. Dat weet ik, maar ik ken hele schoolklassen die minder schade aanrichten. Zeg, ik zal hem even bellen, hoor. Als je het maar goed uitlegt, dan. Ja, meneer Merkelbach. Ja, met Niels. Ja, kunt u die verf even omruilen voor acrylverf? Laat mij maar even. Wat? Ja, dat is alles, hoor. Nee, ik hou niet langer op, dag. Oh, hij is al weg. Dat ging wel erg snel. Ja, hij had erg haast. Hij moest vliegend vlug iets afschilderen, een stilleven. Met twee appels en een banaan. Ja, dat snap ik, ja. Een banaan hou je niet zo lang goed. U bent alweer begonnen, zie ik. Hallo, ja. Ja, de Niels had gezegd, ik moest flink doorarbeiten. De Niels, ja, die is streng, maar rechtvaardig. Ik woon hiernaast, ik ben die boervrouw. Ach zo, de boer, ja, zeer interessant. Maar u moet mij verschuldigen, hoor. Ik heb nog veel geverf te doen. Oh, daar kom ik juist voor. Ik heb acrylverf voor u gekocht. Bevel van der Niels. Ah, bevel van der Niels. Hansje. Ah, wat doe jij nou op die ladder? Daar had je toch iemand voor? Kun jij een geheim bewaren? Ik, Niels. Ik bewaar zelf al jarenlang een verschrikkelijk geheim. Wie het hoort? Nee, hou voor je. Ik ben nogal loslippig. Maar het is een mooi geheim. Nee, ik was eerst. Nou ja, je hebt het eigenlijk al gezien. Er is helemaal geen oude tekenleraar. Ik schilder hier alles zelf. Maar waarom moet je er zo geheimzinnig over doen? Omdat ik geld mee wil verdienen. Van je eigen familie. Oh, Niels, wat voor gruwelijk plan ben jij aan het bekokstoven? Ik wil er een snorfiets voor Judith verkopen. En diep in de hart wil ze zelf ook zo'n fiets. Ja, maar ze vindt het belangrijker voor het gezin dat de woonkamer en de hal een likje verf krijgen. En daarom heb jij dit bedacht? Ja, het is krokusvakantie dus. Niels, kleren kopen, wat ben je toch een fantastisch mens. Dank je. Zou jij mij de eer willen aandoen je te mogen bijstaan bij dit geweldige plan? Oh, dat is afgesproken, ja. Zeg, weet je wat jij dan doet? Dan ga jij de plinten, ja, de deuren, de kozijnen, de stijlen, de wanden en de plafonds schilderen. Ja, en jij? Wat doe jij? Ik maak een studie van de verschillende gebruiksaanwijzingen van de verfsoorten in acryl en ook de gebruiksvoorschriften. Worden jullie het hoogste tijd? Oh. Ja, leuk geprobeerd, Judith. Maar vader bezwijkt niet voor deze lokroep. Ik voel me gewoon beroerd, Niels. Ja, dat heeft iedereen wel eens, hè? Gewoon een kwestie van opstaan en een flinke plens water in het gezicht. Nee, ik heb geen zin. Ik denk dat ik even naar mijn werk bel en een snipperdag neem. Geen zin? Bedoel je dat je de hele dag thuis blijft? Ja. Ik voel me niet echt lekker. Maar schat, hoe kom je daar nou bij? Je oogt helemaal niet echt lekker. Daarom wil ik juist een snipperdag. Ja, maar een vrouw in jouw positie kan toch niet zomaar het bedrijf in de steek laten? Nou, het bedrijf kan me gestolen worden. Op dit moment ambieer ik maar één positie. Horizontaal. Ja, maar bedoel je dat je echt de hele dag thuis blijft? En die schilder dan? Die zal voor mij geen last hebben. Nou, dat weet ik zo net nog niet, hoor. Die man wordt natuurlijk bloedzenuwachtig dat je hier de hele dag boven ligt en elk moment binnen kan komen. Ik heb nog nooit van een schilder gehoord die daar last van had. Maar met deze man wel. Die is heel onzeker, hoor. Die is zo onzeker
dat hij vroeger op school aan de leerlingen moest vragen of ze het goed vonden dat hij de klas binnenkwam. Als hij mij met rust laat, dan vind ik alles best. Ja, dat is dus de spijker op de zere plek, hè? Hoe kan jij hier nou revalideren, hè, als die schilderslucht hier in huis hangt? Dat is misschien milieuvriendelijk spul, maar die verflucht is puur vergif. Ik doe dit voor je eigen bestwil, Judith. Ik wil niet op mijn geweten hebben dat jij hier in bed iets oploopt. Oh, ach, laat maar. Oh, mijn kuit. Oh, het was maar een idee. Ik ga alweer. Mijn dappere schat. Zeg Niels, weet je nog wel zeker dat dit trapje te vertrouwen is? Dat trapje is al anderhalve eeuw familiebezit. Ja, dat bedoel ik ook een beetje. Ik sta persoonlijk garant voor zijn betrouwbaarheid, hoor. Ja, ik zou toch liever hebben dat je wat dichterbij persoonlijk garant kwam staan. Zo beter? Ja, en nou zou ik me nog veiliger voelen als je mijn zwaartepunt een beetje ondersteunde. Zo dan. Nou, mijn zwaartepunt ligt wat hoger, hoor Niels. Ik bedoel, genie niet. Thijs, als we nog eens een hele nacht op de stoep gaan liggen voor de deur van het VVV voor MC Hammer, controleer dan van tevoren de datum mee. Ja, nou sorry hoor, Roos. Ik dacht echt dat het concert op de vijfde was. Ja, nou je gaat trouwens volgende keer maar in je eentje. Volgens mij heb ik een kou op mijn blaas van die koude stoep. Ah, ik weet zeker dat Niels die kaartjes van Nana Mouskouri zo wil overkopen. Wedden? Nou, laten we het voor de zekerheid maar aan die schilder vragen. Hansje. De postbode komt al niet meer aan huis. De bakker durft ook niet meer, de melkboer ook niet. En nou kan je die winterschilder weer niet met rust laten? Ik ben het maar hoor. Oh, gelukkig. Dit is een stuk natuurlijker. Ja, de situatie is eigenlijk nogal komisch als je er goed over nadenkt. Nou, ik denk dat Judith zich een bult lacht als ze dit vanavond hoort. Ja, maar het is jammer genoeg niet wat je denkt. Het is anders wel heel toevallig dat jullie die schilder naar huis hebben gestuurd. Nou, om eerlijk te zijn, er is helemaal geen schilder. Oh, dus dit is al veel langer aan de gang. Nee, ik ben zelf de schilder. Ja, zo verdien ik geld om een snorfiets voor Judith te kopen. Hansje was er gisteren al achter gekomen en die helpt me nu een beetje. En nou zijn wij er weer achter gekomen dat jij je door Hansje laat helpen. Als jullie de mond maar houden tegen Judith, hè? Nou, dat weet ik niet. Je vraagt nog wel wat van ons. Ik ben bang dat ik erg last krijg van mijn geweten. Jij niet, Roos? Nou, ik krijg wel steken ter hoogte van mijn geweten. Hé, doe nou niet zo flauw. Niels doet het alleen maar voor Judith. Nou, dat steekt ook het meest. Kijk, als hij de zolder nou ook een likje verf zou geven, ja, dan konden we er misschien mee leven, maar... Ja, maar dat halen we nooit in 2 dagen. Ja, ja, of jullie moeten helpen. Au. Oeh, nu krijg ik ineens enorme steken hier. Oeh, laat eens kijken. O jee, pijn in de portemonnee. Kom maar gauw mee naar boven, schat. Ik stop je wel onder de bol. Oké. 100 gulden per persoon per dag. Hé, hey, het is over. Gek, bij mij ook. Nou heb ik alleen hier nog pijn. O jee, dat is heel ernstig. Daar is maar één remedie tegen. Zeg Niels. Zei jij niet laatst dat je gek was op Nana Mouskouri? De twinkelende glazen van die bril. -2, -6. Wat een verschil. Hij wil. Zo. Gezien? Nou jij. Niels, kan je er nog eentje voor doen? Ik voel me nog een beetje onzeker. Nou, vooruit dan. Je begint op zijn kruintje. Ja, dat hè? Heb je verteld. Ja. Zachtjes aanzetten en dan, hup, schiet dat mesje onder die schilder. Dat gaat door die bocht en heel snel naar voren. Meneer de koper, ik wil even met je spreken. Zometeen, Judith. Ik leg Thijs even de finesses van het aardappelschillen uit. Als je niet naar mij luistert, dan zal ik die finesses even op jou uitproberen. Misschien kun je alvast eventjes droog opvoeden, Thijs. Niels Klerenkoper, ik wil onmiddellijk het telefoonnummer van die schilder van jou. Die schilder? Die is nog onderweg, hoor. He, die ging net zo net pas weg, hè, Roos? 5 minuten geleden. En jullie vonden het niet nodig om even te vragen zijn rotzooi achter zich op te ruimen? Wat zou jij toch doen, Thijs? Nee, ik dacht dat Roos dat zou doen. Nee, ik moest al koken. Geef me zijn nummer nou maar. Dan zal ik hem even uitleggen wat volgens mij de bedoeling is. Ja, maar zou je dat maar wel doen, hè? Je bent nog niet helemaal 100%. Omdat ik voor die collega van jou mijn bed uit moest, weet je nog... Maar nu ga ik die schuchtere rotzooimaker de waarheid eens vertellen.
Ah, Judith, het is zo'n aardig manneke. Ga jij hem ook nog de hand boven zijn hoofd houden? Nee, maar het is echt Judith. Als je hem één keer gezien hebt, dan kan je gewoon niet meer kwaad op hem worden. Ja, anders had ik er ook wel wat van gezegd. Maar hij heeft van die lieve oude ogen. Ja, hij is toch gezellige ouderwetse drupneus. Ja, altijd een pepermuntje voor je klaar. Het is net een opa die je nooit hebt gekend. Een lach, een vriendelijk woord. Ja, en als hij dan wegrijdt op zijn Solexje, dan springen de tranen haast in je ogen. Gelukkig rijdt er een brommer. Ik dacht bijna dat Sinterklaas hier stond te schilderen. Zo, deze kant is klaar. Zullen we jou even helpen, Niels? Nee, nee. We moeten systematisch te werk gaan. Als jij nou de trapleuning schuurt, hè? Ja. Roos doet de zolder. Oh, ja? Gezellig hoor. Ja, sorry Hansje. Sorry Roos, maar begrijp ik je weer verkeerd? Hè? Ik dacht dat je het voor het geld deed. Maar als je het voor de gezelligheid doet, hè, dan ga ik wel naar de zolder. Spaar ik nog geld uit ook. Ja, kom hoor Roos. Zolang er bazen zijn, is er onderdrukking. Nu is de huid niet meer. Dag. Goh, Niels, ik wist niet dat jij zo streng kon zijn. Nou, ik moet wel. Straks komt Judith thuis en dan moet het klaar zijn. Hoezo straks? Dan komt ze net aan met de auto. Vlug! Schilderspullen uit! Doe! Doe! Snel! Thijs, naar boven! Judith komt eraan! Ja! Oh, Judith! Zeg, wat doe jij hier? Het spijt me, schat, maar ik ben te ziek om te werken. Arme schat, kom snel binnen. Hallo, Judith. Hi. Is hij er niet? Wie bedoel je? Onze schilderende goedheiligman, die tekenleraar. Je kan wel zien dat het een kunstenaar is, hè? Moet je die ragfijne penseelvoering hier eens bekijken. Maar heb je hem zelf ook gezien? Wie? Oh, je bedoelt de schilder. Ja, die bedoel ik. Ik weet het niet, of is het misschien een oud mannetje met een alpinepetje op? En een knikkerbokker, een camelkleurige knikkerbokker met groene kousen. Ja, die heb ik gezien, ja, ja. Had hij ook zo'n schotsgeruite overhemd aan? En donkerblauwe machetknopen, dat is hem. Oh, het wordt hier hard gewerkt, zeg. Wat een vakwerk, hè? Wat een kei is die man. Nou. En hebben jullie die vakman ook misschien gezien? In de tuin. Ja, ik zag hem net in de tuin, geloof ik. Oh, en wil je dan even tegen hem zeggen dat ik liever heb dat hij de kamer afmaakt voor hij de rozen snoeit? Ja, maar hij staat nu een sigaartje te roken. Ja, nee, nou weet ik het weer. Hij wou een sigaartje roken, maar die waren op. Ja. Toen is hij even naar de sigarenboer gelopen. Ja, maar hij komt zo wel weer langs. Hij heeft namelijk even een kwartiertje pauze. Ik krijg hier een hoofdpijn van. Dat is de vervlucht. Ik zal je gauw naar bed brengen, hè? Nou, ik vind die vervlucht nog wel meevallen. Zeg, dan doen we de deur gewoon op slot. Dan kan niemand je storen, hè? Oh, ik sta baf. Vind je het mooi? Fantastisch. Ik had nooit gedacht dat alles al klaar zou zijn. Dat is typisch Merkelbach, hè? Komt langzaam op gang, maar dan is hij ook niet meer te houden. Ik heb een oude man ook nog nooit zo hard zien werken. Als je niet beter wist, zou je toch denken dat hij 4 paar handen had? Goh. Ja, dat klopt wel, ja. Ja, want vroeger op school noemden mijn vrouwelijke collega's hem ook altijd de octopus. Ja. Desnoods schud ik morgen alle 8 zijn handen als hij komt afrekenen. Ik vind het schitterend. Nou, dat is een beetje moeilijk, hoor. Hij mankeert toch niks? Nee, maar hij is... Net een half uur geleden naar Terschelling vertrokken. Ja. Ja. Ja, dat is het. Ja, om af te kikken. Ja, hij had ook 20 vierkante meter vers linnen in zijn rugzak. Want hij wou wel eens een poosje duingezicht schilderen. Wat doet hij met zijn loon? Aangetekend naar Terschelling sturen? Oh, dat kun je rustig aan mij geven. Ik zorg wel dat het terecht komt. Oké, als jullie dat zo geregeld hebben. Ja, die Merkelbach en ik, dat is gewoon 2 handen op 1 kwast, zo gezegd, hè? Kijk eens, 1800 gulden, alsjeblieft. Jij hebt het eerlijk verdiend. Schat, ik vind het prachtig. Maar, hoe wist jij dat? Ik wist het al vanaf de eerste dag. Hoe dan? Doe je nagels?
Nou ja, Niels, een kind weet toch nog wel dat een schilder zijn nagels schoon moet maken? Ja, maar dat heb ik gedaan. Urenlang. Mijn nagels zijn nog nooit zo schoon geweest. Daarom, juist. Nou ja. Goed, Niels, dan kan je ons beter ook meteen even uitbetalen. En snel graag. Hoe eerder we uit die verflucht zijn, hoe liever. Alsjeblieft. En willen jullie het alsjeblieft langzaam uitgeven om mij een plezier te doen? Dag Hansje, ik had je nog niet gezien. Is er iets? Nee, niets. Ik kwam toevallig even langs en ik dacht, kom, laat ik eens naar Niels zwaaien. Niels, zwaai even terug, dan kan Hansje weer verder. Nou, dat is te zeggen. Of kom je omdat het betaaldag is? Ze weet het, Hansje. Oh. Wat krijg je van me? Nou, 200 gulden voor de verf en ik dacht 200 gulden arbeidsloon. Oh, nou, daar gaat mijn snorfiets. Ik dacht dat je het allemaal uit naaste liefde deed. Oorspronkelijk wel. Maar nu stuur ik van dit geld 2 Waddenzeehondjes een week op vakantie naar de Bahama's. Oh. Bedankt.